gaan het vandaag hebben over de coronacrisis en de klap voor de sportschoolondernemers. Wat ik ook ga doen, dat zijn 6 tips meegeven voor ondernemers, sportschoolondernemers, eigenlijk allerlei soorten ondernemers. Mijn persoonlijke mening, mijn persoonlijke 6 tips voor wat je moet doen in deze crisistijd en wat je moet doen na deze crisistijd. En ik maak natuurlijk niet zomaar een video voor ondernemers, dat doe ik natuurlijk mede voor mijn cursisten. Want ik heb het eigenlijk helemaal niet gepromoot, want ik eerst wilde kijken hoe het programma zich zou gaan verkopen. Maar sinds vorige maand is het mogelijk om mijn cursus te kopen, hoe je je eigen personal training studio sportschool wilt starten. Linkje boven in beeld onder deze video. Hoe dan ook, ik ga een aantal video's maken voor ondernemers, voor mensen die misschien nu thuis zitten en denken, joh Raymond, ik wil ook gaan ondernemen, net zoals jou. Daarvoor is de cursus en dan zal ik ook wat meer video's voor jullie maken. Als jullie dit nou leuk vinden, laat dan even een duimpje achter. Een tweede ding wat ik ga doen vandaag is natuurlijk ook even lekker trainen. Ja, squats goed in beeld. Ja, squats goed. Sowieso goed in beeld. Ja, mooi ding. Kleine disclaimer, training zal wel helemaal niks worden, want het was gisteren kerst. En daarvoor natuurlijk kerst. En met kerst drink je bier en dan gaan we van een beetje bier. En het was misschien iets te veel, maar we gaan gewoon lekker knallen vandaag. Dat was de bedoeling dat ik mijn muziek aan zou zetten, weet je. Dan gaat dat zo mooi over, van we gaan knallen en dan, weet je, AC/DC en zo, beter even gaan. Squat zit erop. Tip 1. Actie. Ingrijpen. Dat is tip 1. Ik heb heel veel ondernemers gezien die echt in... Wanneer was de eerste lockdown? April, maart zo ongeveer. Die zo lang wachten met actie ondernemen. Stel je voor je hebt, ik noem wat, een kledingzaak. En jij bent de eerste die zegt... Oké, vanaf dag 1... Ik zal niet zeggen raak ik in paniek, maar snap ik dat deze dreiging serieus is en ga ik gelijk met man en macht aan het werk. En op dag 1 zeg jij tegen je leden, weet je wat, ik heb een webshop gemaakt of ik verkoop via Facebook, wat je nu heel veel mensen ziet doen. Fantastisch. Als je een van de eerste bent, want laat gelijk aan je klanten zien, joh, jij wil er even gaan, we ondersteunen je in deze periode, huppakee. Als je dat nu nog gaat opstarten, veel te laat natuurlijk, want nu doet iedereen dat al. Een tweede ding, stel je voor je hebt een kledingzaak en je belt een leverancier. Ik heb geen kledingzaak vanzelfsprekend, maar dat geldt voor meerdere vlakken dit. Als jij een kledingzaak hebt en je moet een leverancier bellen en je zegt, joh, ik neem al een tijdje bij je af, het gaat altijd goed, ik betaal altijd op tijd. Zou ik nu, kunnen we een deal sluiten, kan ik wat later betalen, kunnen we het spreiden over een half jaar, noem maar op. Hetzelfde geldt natuurlijk voor een huurbaas. Als jij naar je huurbaas toe gaat en je zegt, joh, ik heb altijd op tijd betaald, kan ik even een maand overslaan, kunnen we misschien de helft betalen of iets dergelijks, dan is er niets aan de hand. Totdat je 6 maanden wacht, die huurbaas zelf ook in de problemen begint te komen en ziet dat de nood best hoog is en je stapt dan op hem af, ben je te laat. We gaan door. Tip nummer 2 is een beetje een open deur, je financiën op orde krijgen. En daar kan je natuurlijk een boekwerk vol over schrijven en dat is natuurlijk ook heel persoonlijk, heel verschillend. Maar tegen de mensen die mijn cursus hebben gekocht, die cursus kunnen inzien, staat ook altijd in, zorg dat je 3 tot 6 maanden, het liefst eigenlijk 6 maanden geld op voorraad hebt. Dus op het moment dat je toko dicht moet, op het moment dat je je werk verliest, op het moment dat er leden weggaan, weet ik veel wat. Zorg dat je 6 maanden kan overleven. Want deze coronacrisis is niet de enige crisis die je gaat overleven. Of gaat meemaken. Ik hoop wel dat je die overleeft. En het is natuurlijk een beetje makkelijk lullen als kleine ondernemer. Als kleine ondernemer heb je niet zoveel personeel in dienst. 0. Alleen jezelf. Als je natuurlijk 10 man personeel in dienst hebt, is het iets wat anders. Ook zijn de winstmarges dan wat anders. Valt ook wat van te zeggen. Maar goed, zorg dat je een buffer op voorraad hebt.
Maar dat ligt er dan naar kerst. Wie verzint dat? Wie verzint dat? Let's go! Oké, even korte snelle break, want die deadlifts die zijn best zwaar. En dan doen we gelijk tip nummer 3 tussendoor. En dat is vertrouwen. We hebben een gezegde die iedereen wel kent. Wie goed doet, wie goed ontmoet. Als jij een eigen zaak hebt of een eigen zaak wil opstarten, zoals de mensen van de cursus. Dan weet je dat je eerlijk moet zijn tegen mensen. Ten alle tijden. Want mensen zijn niet achterlijk, mensen hebben alles door. Dus je service is altijd eerlijk. Je doet het met passie, je biedt het beste aan wat je kan. Als je dat niet doet, mensen zien het. En als je dat altijd doet, dan is er in een coronacrisis zoals nu, is er ook geen paniek. Want jij weet, je doet je stinkende best, je bent er voor je mensen. Ze hebben geen reden om niet meer langs te komen of niet meer van jou te kopen, afhankelijk van in welke branche je zit. Maar als jij bijvoorbeeld, ik noem maar wat, Basic Fit. Ik heb niks tegen Basic Fit. Ik ken ook hun regels niet. Dus alleen even ter voorbeeld. Als je een hele grote sportschool hebt, zoals bijvoorbeeld Basic Fit. En die zeggen, joh Raymond, jij sport bij ons. Leuk, je hebt een 1, misschien wel 2-jarig contract als dat überhaupt kan. Heb je afgesloten. En vervolgens kom jij 2 maanden niet sporten. Dat mag niet, want we zijn gesloten. Oké, prima. Dan zeg ik van, joh, pauzeer mijn contract. En als de Basic Fit dan zegt, nee Raymond, zo werken niet. Jij moet gewoon doorbetalen. En als jouw contracttermijn van een jaar is afgelopen, dan krijg je er 2 maanden bij. Dat voelt voor mij niet helemaal eerlijk. Ik vertrouw Basic Fit niet, want kennelijk vertrouwen ze mij niet. En als Basic Fit had gezegd, joh Raymond, weet je wat? Jij hou het geld lekker. We passeren je gewoon. Hoppakee, wij vertrouwen erop dat jij gewoon weer komt. Is vertrouwen wederzijds, is er niets aan de hand. Nogmaals, een beetje makkelijk lullen. De Basic Fit heeft een paar 100 locaties. Dat is wat anders dan ik in mijn eentje natuurlijk. Maar, wie goed doet, wie goed ontmoet. 100%. Oké, deadlifts zitten er op. Het is erg donker, dat is even kies. Even kijken, ik kan zien dat ik niet de beste cameraman ben. Ik doe ook zomaar wat. Oké, tip nummer 4 is innovatie. Als je nou toch thuis zit als bedrijfseigenaar en je hebt toch tussen haakjes niets te doen, is er in ieder geval vast en zeker wel wat tijd om te innoveren. Of gaan we wachten tot deze periode voorbij is en dan precies hetzelfde doen wat je al deed. Kan, als je plan uitgedacht is. Goed idee. Maar ook voor mezelf, kan ik andere dingen verzinnen? Kan ik in de toekomst geld besparen door nu iets te doen? Is er een manier waarop ik bijvoorbeeld mijn dienstverlening goedkoper of beter kan maken voor de mensen die er al nu sporten? En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik dat nu kan doen? Zulke soort dingen, gewoon even je tijd nemen, lekker voor gaan zitten, rustig nadenken, tijd zat. We gaan even de andere kant. En we gaan door de deur. Heerlijk nummer trouwens ook wat nu opstaat. En dat gaat over, even de camera neerzetten, ik zal 100 dingen tegelijkertijd te doen. Code van de deur, moet ik wel even blokken, privacy. Wat ik wilde zeggen, heerlijk nummer wat nu opstaat, gaat erover dat je eigenlijk gewoon je leven moet leven, niet bang moet zijn, door moet gaan en nooit, nooit, nooit willen zeggen, joh, dat had ik kunnen zijn, dat had ik wel willen doen. Daar gaat het nummer over. Fantastisch. En met z'n allen. Iets wat ik helemaal vergeet te zeggen. Het is vandaag echt een hele belangrijke dag, want het is vandaag 27 december 2020. En eens even kijken of ik dit scherp krijg.
Mijn herinnering. Kijk eens. 27 december 2018. Kijk eens. Zit ik. KVK. Dus het is vandaag echt precies 2 keer 365 dagen geleden. Het is vandaag dus precies 2 jaar geleden dat ik voor mezelf ben gestart. Leuk momentje. We hebben de LED pulldowns gedaan en het is tijd voor tip nummer 5. En tip nummer 5 is the show must go on. En dat is heel simpel natuurlijk. Tijdens de eerste coronasluiting, de verplichte sluiting, kwamen er hier 2 agenten binnenlopen. De dag daarna nogmaals. En die zeiden, joh Raymond, jij staat hier nog, je moet dicht wezen. Dat nieuwsbericht had ik oprecht niet meegekregen, want ik werk tot nogal laat en dan ga ik gewoon weer door. Kijk ik niet echt naar het nieuws. Hoe dan ook, het was allemaal goed, leuk, aardig. Joh, je moet dicht. Toen zat ik thuis en toen dacht ik, nee, ben je niet. Wat nu? Paniek. Nou, dan zit je even een avondje te piekeren. En de dag daarna dan word je wakker en denk je, oké, weet je wat? Niet zo janken, Raymond. Ieder moment dat je, ieder minuutje dat je nu stil zit, is weggegooid. Dus hoppakee, weer door. En ik heb een aantal mensen gezien die in paniek raken en denken, weet je wat? Laat maar, het heeft geen nut nu. Ik gooi alles wel gewoon een maandje dicht. En dat is zonde, want ik zal een real life voorbeeld geven. Stel je voor, ik had gezegd, oké, deze ruimte hier mag niet gebruikt worden op het moment. Alles moet dicht wezen. Jongens, jullie hebben pech. Ik sluit heel de toko. Ik zie jullie volgende maand weer. Dat had ten eerste niet goed geweest voor de omzet. Belangrijkste punt als je een bedrijf hebt natuurlijk. En nummer 2 is het gewoon de service die je verleent aan je klanten. Die is niet optimaal. Want er zijn letterlijk 99% van de mensen die kunnen trainen. Die zijn ook komen trainen. We staan buiten. We staan in de regen. We staan in weer in wind onder een partytentje. En die mensen die zijn er gewoon. Nummer 1 om te ondersteunen. En nummer 2 natuurlijk gewoon omdat ze zeggen, joh Raymond, jij kan er ook niks aan doen. Ik wil ook gewoon sporten. We gaan gewoon door. Dus als je echt de service zo hoog mogelijk wilt houden en gewoon je klanten ten alle tijde gewoon de beste service wil leveren die je maar kunt, zorg ervoor dat de show doorgaat. De saaie spiergroep, de biceps, triceps zijn ook lekker getraind. En dan gaan we door naar tip nummer 6. Dat zou eigenlijk de laatste zijn. Is het niet natuurlijk, want ik geef natuurlijk even een extra bonus tip. Nummer 6. En dat is, het klinkt heel stom, verkoop abonnementen. Eerlijk abonnementen. Niet zeggen, joh Raymond, net zei je dat abonnementen niet goed waren. En nu ineens wel. Die zijn zeker goed als jouw dienstverlening nog steeds gewoon de service kan verlenen. Ik zal een voorbeeld geven. Iedereen kent wel Joel Beukers, Mobicep, XXL Nutrition, Body & Fit. Een supplementen verkoper. Op het moment dat deze crisis gaande is, worden natuurlijk logischwijs minder supplementen verkocht als dan dat iedereen gewoon naar de sportschool zou kunnen gaan. Veel mensen hebben natuurlijk het idee van, joh, ik sport nou toch niet. Ik neem geen supplementen of denken er gewoon niet aan. Ik vind het nog steeds heel bijzonder, maar er is gewoon geen één supplementenbedrijf, voor zover ik weet dan, want ik zit daar niet in, maar die geen abonnementsbasis heeft. Hoe handig is het als jij eens per maand je potje whey krijgt, je pre-workout, je BCA, noem maar op, als je dat iedere maand gewoon opgestuurd krijgt. Kijk, als jij nu, weet ik veel, meneer Beukers bent, en die staat altijd lekker te gillen voor de camera. Daar worden mensen hype van, kopen ze van. Prima, leuk. Inkomsten gaan nu omlaag. Als die dat gewoon al van tevoren allemaal had geregeld, abonnementsbasis, was de klap veel minder hard geweest. Dus, welke crisis er ook gaat komen, abonnementen. Correctie, alle saaie spiergroep was niet getraind. Die hebben we nu gedaan, de buikspieren. Maar buiten dat, tip nummer, wat zei ik, 7? Tip nummer 7, de bonus tip. De volgende crisis, noemen we een coronacrisis. De volgende crisis is onderweg. Ik sprak een tijdje geleden een lid hier en die zei,
Die heeft dan een bedrijf. Ik geloof dat het bedrijf al, ik durf het niet precies te zeggen, maar een jaar of 40 of zo bij hem in de familie slash misschien wel van hem is. Maakt voor het verhaal niet uit. En die zei, Raymond, je bent er nooit. Je begint altijd vanaf nul. En eerst begreep ik het niet, dus ik heb wat doorgevraagd aan hem. En hij zei, nooit denken, joh, ik zit nu veilig of joh, mijn bedrijf rolt nu. Want er gebeurt altijd iets, er gaat altijd iets fout, er gaan altijd dingen niet zoals je gepland had. En daar heeft hij wel een punt. De ene keer is het een financiële crisis, de andere keer is het de coronacrisis, de volgende keer rij je auto tegen de boom aan, daarna ben je aan het trainen, lig je dubbel onder een 200 kilo squat, breek je je rug, welke 3 maanden uit de running. Er gaat altijd iets mis, dus zorg dat je voorbereid bent en dat plan kan je heel mooi nu gaan schrijven. Ik wil ook heel graag iedereen bedanken die de cursus heeft gekocht of die de cursus aan heeft gevraagd. Stuur even een mailtje naar het e-mailadres wat hier in beeld komt of kijk gewoon even op de link hier beneden natuurlijk. Als je zegt van, joh Raymond, ik wil ook mijn personal training studio of sportschool starten. Kijk dan naar deze link, stuur mij een mailtje, laat een berichtje achter onder deze video. Maakt allemaal niet uit, neem een contact met je op. Dit was Raymond Schultz, dat is training.nl. Ignite your fire and grow stronger.